De Zwarte Cross viert een feestje. Editie 20 is dit jaar. En voor het eerst is het festival helemaal uitverkocht. 220.000 mensen komen dit weekend naar Lichtenvoorde. En dat is een record. Verslaggever Niels Kater. Niels, dat is bijzonder. Ja, dat is zeker bijzonder, Mart. Wij kregen gisteravond rond 10 uur ongeveer het bericht dat die 220.000 bezoekers gehaald werden. Ja, en dat is heel erg bijzonder. De Zwarte Cross, ja, dat is eigenlijk nu al een van de grootste festivals van Nederland. Toevallig net aangekomen hier, Gijs Jolink. Je kwam er echt net aan en je was even een plas. Ik zeg, kom er even bij. Ja, leuk man. De Zwarte Cross, 220.000 bezoekers. Wat vind je ervan? Ja, dat is best wel veel. Ja, nou ja, wat moet ik ervan zeggen? Elk jaar komen er weer iets meer dan het jaar ervoor. En meer dan dit kan niet, dus volgend jaar... Zegt de grens, we hebben de grens bereikt. Ja, een keer moet je tevreden zijn en dan is het ook goed. Dus volgend jaar geen bezoekersrecord. Kom zo nog even bij je. Al die bezoekers die komen natuurlijk voor de muziek, voor het drinken. Maar niet alleen daarvoor, er gebeurt ook nog veel meer. Kijk maar. Zo ging het er vanochtend aan toe in het zwembad in Lichtenvoorde. Voor veel Zwarte Crossers dé manier om wakker te worden. Vorig jaar is het ontstaan door een aantal Zwarte Crossers die hier op de kant gingen staan en gingen dansen. Toen hebben ze gezegd van, goh, wil jij dat niet doen? Dus vandaar dat ik nu hier sta en de mensen in beweging ga krijgen. Ik vond het keileuk, een keer even opfrissen in het water na een weekendje Zwarte Cross. Lekker sportief zo op de ochtend, ja. En zo gaan de crossers ook weer fris gewassen het festivalterrein op. Waar bijvoorbeeld ook aandacht wordt besteed aan de mensenrechten. Bezoekers die dat willen kunnen namelijk een letter van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens laten tatoeëren. Heel mijn familie heeft zo'n tattoo laten zetten. En ja, heel veel van mijn familie in ieder geval. En het was wel te doen eigenlijk. Ja, een boel lol dus, Niels, maar ook serieuze zaken dus. Ja, je zag het in het filmpje al. Er werd getatoeëerd voor human rights, voor de mensenrechten. Maar er gebeurt nog veel meer. Zo heeft de Zwarte Cross onder andere Pussy Riot uitgenodigd. Dat is een band die komt uit Rusland. Die hebben daar kritische teksten over Poetin gezongen. En die kwamen hier in de Zwarte Cross eigenlijk ook vertellen over persvrijheid. Over de vrijheid van meningsuiting. En wat heel erg leuk is, Tante Riki, de mascotte van de Zwarte Cross, die werd even ingelijfd bij Pussy Riot. Dus die zit nu bij Pussy Riot. Even terug naar Gijs Jolink. Ja, Tante Riki bij Pussy Riot. Ja, allereerst Tante Riki geen mascotte, maar festivaldirectrice. Ja. En Pussy Riot, ja, we hebben vrijheid hoog in het vaandel. We werken al jaren samen met Amnesty International. En dat die gasten zonder proces in de gevangenis zitten, is natuurlijk een schande. En zij zijn eigenlijk een metafoor voor alle mensen die onterecht in de gevangenis zitten. En daarom hebben we hier die Naked Run gehouden toen. En we zijn ontzettend trots dat we nu dat ze vrij zijn ten eerste. En dat ze ook hier op de Zwarte Cross zijn. Dat is ook typerend voor de Zwarte Cross. Dat is heel veel plezier. En daar gaat het ook om. Maar jullie hebben ook altijd een serieuze boodschap, hè? Ja. We houden ook daarnaast heel veel van lol maken. En niet serieuze dingen. Maar we denken dat de combinatie de perfecte balans in het leven is. En nou staat er vanavond onder andere de staat op het programma. Hier op het hoofdpodium achter ons. Kijk ik persoonlijk naar uit. Maar jij gaat vanavond ook nog weer spelen met Jovic en de Voederbeatles. Ja, dat klopt. We kiezen altijd een paar bijzondere plekken op. Er zijn 31 verschillende podia en dat is best wel veel. En we kiezen ook juist expres de kleine podia uit. Niet alleen om te proberen, maar ook om zelf te spelen. En een daarvan is Café Harder. De plek om te zijn hier op de Zwarte Cross. Een van de, ja. Het is, ik denk dat er nog geen 200 mensen in kunnen. Dus het intieme en het persoonlijke, ja, dat is altijd bijzonder op dat soort plekken. Nou ja, vanavond spelen. Dus waar kijk je naast je eigen optreden nog meer naar uit? Naar de Sheepdogs. Dat is een southern rockband uit Canada. En daar zijn we al jaren mee bezig om die naar de Zwarte Cross te krijgen. Dat is nu gelukt. Dus spelen in de Bayou en I'll be there. Nou, Mart, je hoort het. Er is wat dat betreft van alles te doen hier straks op het grote podium. Dus de staat, Jovink en de Voederbeatles en allerlei andere bands. Ja, je kan het zo gek niet verzinnen of het is hier te doen op de Zwarte Cross.